Nou, dit was vorig jaar echt één grote wildernis waar je niet doorheen kon lopen. Dus de rentmeester heeft ervoor gezorgd dat die bomen weggehaald zijn, zodat we nu in ieder geval een open vlakte hebben waar je een start mee zou kunnen maken. Vorig jaar zijn we dus begonnen met de volkstuintjes als alternatieve vorm van dakbesteding in de buitenlucht. Geheel coronaproof. In de volkstuintjes maken mensen groente en fruit, maar moet je elk jaar weer overnieuw beginnen. En achter de volkstuintjes ligt dit mooie stukje bos, waar je ook heel veel dingen mee kunt doen. En daar willen we gaan kijken of we hier een voedselbos kunnen realiseren. En dat wil je nu groter aanpakken? Nou, eerst een bescheiden voedselbosje hier. Maar als het mogelijk is en ons idee kan met samenwerkingspartners uitgerold worden in de stad, ja, is dat wel heel erg leuk. Dat zal echt wel een paar jaar duren. Er zitten hier bramenstruiken, nou ja, die zullen dit jaar al wel ook op gaan leveren. Maar je kunt je voorstellen, als je een appel- en een perenboom gaat planten, ja, dan ben je gewoon een paar jaar verder. Maakt niet uit, dit mag ook zijn tijd hebben. Het is ook een duurzaam initiatief. We zitten hier in een hele mooie groene omgeving. De grond is van de Graaf en die heeft een stuk verhuurd hij aan Almelo's die graag een volkstuintje willen hebben. Nou, de volkstuintjes wat je hier ziet zijn allemaal eigen percelen. En wat heel mooi is in het afgelopen jaar is dat er ook een samenwerking is ontstaan. Dat onze deelnemers ook andere mensen weer helpen bij het onderhouden van hun volkstuintje. Want zo helpt de een de ander. Nu is men het onkruid hier aan het uithalen en dat wordt straks ingezaaid. En dat je dan met een paar maanden ook daar groente van kunt oogsten. En waar we bij ons bij de inloop weer maaltijden van kunnen maken. Ja, dat is het mooiste wat je kunt meemaken. Dus men leert ervan. Het is ontspannend en het geeft dagstructuur.